Hey, oh, sorry. René's vraag. Dan gaan we nu naar de Pikanisher. Pikanisher. Black as night. Black as night. Jullie hadden hem, als het goed is, al uit de koelkast staan. En anders mis je wat. Nee, als je het niet had gedaan, dan kan je ook gewoon je glas even tussen je handen houden. Dat is op zich ook wel een goede manier. Wauw. Gitzwart. Heerlijk. Zo. Voor mensen die niet zo vaak donker bier drinken, schrik niet. Deze is echt zo zwart als dat je ze kan vinden. En hij is hoger in alcoholpercentage, dus drink hem rustig. Maar geef hem een kans, want het is een zoeter bier. Dus wees niet bang voor enorme wrange en bittere tonen. Het is een pastry stout van Servisiam. En het is noten aan toegevoegd. En daarom hebben we ook de pinda's voor jullie erbij gegeven. We hebben de combinatie nog niet geproefd, maar we zijn heel erg benieuwd wat het notige en het gebrande van de pinda's doen. met de smaak van het bier. Holy shit. Misschien leuk over Servisiam. Het is ook een nomadenbrouwerij uit Noorwegen. Help eens, Noorwegen. Alleen het wordt daar niet een nomadenbrouwerij genoemd. Het wordt daar een koekoeksbrouwerij genoemd. Voor de mensen die bekend zijn met de koekoek. De koekoek is een vogel die zijn eieren legt in het nest van andere vogels. En andere vogels doen dat dan, zeg maar, uitbroeden. Vaak wordt zelfs de koekoek eerder geboren dan de eitjes die oorspronkelijk in het nest liggen. En de babykoekoek doet dan ook het eerste wat hij doet op het moment zodra hij het eitje uit is, is de andere eieren uit het nest gooien. Het is echt hartverscheurend, maar het gebeurt. Het is de natuur. That's nature. Maar het wordt dus een koekoeksbrouwerij genoemd, omdat ze hebben geen eigen brouwerij. Ze gaan naar andere brouwers om daar hun eitjes in het nest te leggen. Vond ik een leuke anekdote. Ja, inderdaad. Zeker. Gaan we een stukje geschiedenis doen? Of hoe smaakt het bier? Bier is echt, echt fucking lekker. Ja, sorry. Ja, ik kan nu wel heel erg makkelijk gaan doen en zo. Maar het is gewoon echt, heel erg lekker bier. Ja. Je merkt dat hij heel zoet begint. Wow. En op het moment dat dat zoetje een beetje wegtrekt, dan komen die roast-tonen komen wat meer naar voren. Ik heb eerst een klein beetje, op het moment dat dat zoetje wegtrekt, een klein beetje laurier, een klein beetje zoethout. Ja. Daarna trekt dat weg in een soort koffie mokka. En hij blijft niet extreem zoet hangen. Hij blijft zeker niet droog. Zo zoet hangen als dat hij begint. Qua mondgevoel is hij redelijk droog. Qua mondgevoel is hij redelijk droog. Echt wel goed gedaan. Want wat ik heel erg storend vind, pastry stouts, pastry is natuurlijk gebak. Wat ik heel erg storend vind af en toe aan pastry stout is dat ze te zoet zijn. Is dat ze echt zo'n plakkerig gevoel aan je tong overhouden. En dan neem je nog een slok en dan denk je, jeetje, moet ik nu nog eens, weet je. En dat heeft deze eigenlijk totaal niet. Pastry is eigenlijk, het vertegenwoordigt eigenlijk een soort gebakje. Dus je bent een soort dessert, gebakje-achtig ben je aan het drinken. Vaak, meestal, wordt er iets van vanille aan toegevoegd. Vanille of karamel, zodat toch een beetje dat gebakje-achtige vibe blijft hangen. Nou, dit is echt, zeg maar, een beetje een inspiratie, zochten zij. En zij hebben toen dit gebaseerd op een pecan pie. Dus een pie met pecannoten erin. Zitten ook echt pecannoten in. Vanille zit erin. Chocola zit erin. Karamel zit erin. Het is echt net een gebakje, eigenlijk. En dan superleuk wat zeg maar je eten met het bier doet. Want ik heb het net geprobeerd. Ik weet niet of jij het al geprobeerd hebt. Maar pel een pinda. Doe er eentje in je mond. Gooi hem op de grond. Gooi de schillen op de grond. Niet de pinda zelf. Dat zou zonde zijn. Maar bijt daarin. En kou nog niet verder. Slik hem nog niet door. Maar neem dan een slokje bier. En kou daarna op de rest van je pinda. En je merkt dat je een soort pindakaasachtige notigheid krijgt in je mond. Je merkt dat het bier minder zoet is. Zeker. De notigheid uit de pinda tempert het zoetige van het bier, zeg maar het extreme suikerzoetje. En je gaat veel soepeler over naar die koffie mokka. Ja.
Daar kom je veel sneller terecht. En er komt meer notigheid uit het bier. Veel meer notigheid. Echt een soort noot-explosie. Ja, dit is echt... Dit is super cool. Super cool bier. Ja, precies wat we wilden ook. Ja, dit is echt wel... Want het is voor ons ook... Ja, wij doen dit al een stuk langer. En wij hebben hier al heel veel mee geoefend. Maar ook voor ons... we hadden niet de gelegenheid om dit bier van tevoren te proeven. Voordat we het bij jullie gingen brengen. Dus dit is voor ons ook, zeg maar, een gok. Gaat het werken? En ik ben blij dat het, ben blij dat het goed werkt. Heel veel aardse smaken. Komen weer naar boven. Ja, dus aards is altijd een beetje een soort cryptische omschrijving. Dus als je ooit super chic wil doen, zeg vooral dat het aards is. Maar aards is een beetje de toon die je in truffel tegenkomt. En bijvoorbeeld ook in pinda's. Dus waar Dennis het over heeft, die overgang, zeg maar, van de pastry stout naar een beetje de droge afdronk. Heb je heel erg die aardse smaak in het midden. En dat vind ik echt super vet. Dus een vraag, zie ik. Ja. Ja, het is een vraag, maar een opmerking. Hugo zegt een soort port onder de bieren. Ja, snap fair ik enough. Ja, het is zoet. Het heeft een hoger alcoholpercentage. Ja. En ik vind hem ook wel fruitig. En hij heeft ook wel een licht fruit. Ja. Ik vind dat hij meer richting zijn roast gaat wel. Aan de achterkant, maar als je begint... Dit is dus weer zo'n meningsverschil. Ik heb meer port qua mondgevoel en alcoholpercentage dan dat ik echt fruitigheid heb. Voor mij zit hij echt wel van dat zoetje naar die roast. Ja, ik heb dus wel echt rood fruit. Maar dit is dus leuk ook, hè? En dat is ook, want dat is... dat zeggen wij bij alle proeverijen, bij alle cursussen, trainingen. We kunnen het niet genoeg benadrukken. Als het op proeven aankomt, er zijn geen foute antwoorden. Er zijn geen foute antwoorden. Want iedereen ervaart iets anders. Wij proeven zelden hetzelfde in een bier. Omdat we twee verschillende personen zijn. Mensen zijn. Ja. Ik heb misschien net nog een kopje koffie gedronken, wat invloed heeft op mijn smaak. Iet heeft misschien net nog een sigaretje gerookt, wat invloed heeft op zijn smaak. Dus er zijn geen foute antwoorden als je het hebt over proeven. Het lastige aan proeven is het benoemen van wat je proeft. Maar de enige manier waarop je beter gaat worden daarin is door het gewoon te doen. En dat is dus, zeg maar, op het moment dat jij wel fruitigheid hebt in dit bier... ik proef het niet, maar het is niet fout. Op het moment dat jij alleen maar roasttonen hebt in dit bier... ik ben het met je eens... Maar het is niet fout. Het is niet goed of fout. Het is altijd subjectief persoonsgebonden. En het is, ja. Ja. Maar duidelijk, toch? Duidelijk, ja. Hebben we nog een vraag of gaan we over de geschiedenis van bier? We hebben meerdere vragen. Meerdere vragen. Zeker. Eén vraag en dan de geschiedenis. Voor de mensen die een oppas hebben, het is nu 4:00. We gaan uitlopen, dat je het vast weet. Ja, ik zit wel lekker. Ik zeg rustig door. Je kan altijd uitzoomen. Ja, mochten mensen geen zin meer hebben, dank jullie wel voor het kijken. Dankjewel voor het afnemen van het bierpakket. We hadden graag in dit bier weer een biertour gedaan. Maar het mocht niet zo zijn. Dus we vonden het heel gezellig dat jullie op deze manier toch samen met ons een biertje wouden drinken. Zeker. Maar we gaan voorlopig, we gaan uitlopen, we gaan rustig nog even verder. Maar mocht je iets anders gaan doen, dankjewel voor het kijken en dankjewel voor het meedoen. We vonden het gezellig. Daarom. Bedankt. Maar, we gaan een vraag beantwoorden en daarna gaan we even over de geschiedenis van het bier praten. Jij gaat straks vegen, denk ik wel, weet je trouwens.